Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Op een Rollercoaster 2.2 met Ido. En zoals te zien is Ido gelijk weer bezig met het nieuw attractietje. En we zitten in Amity Airfield. En de doelstelling die we vandaag moeten maken in het nieuwe park is om tenminste 3000 bezoekers in je park te hebben aan het eind van het oktoberjaar 4. Met een parkwaardering van tenminste 600. Nou, dat moet wel gewoon goed komen. We gaan geen jaar 4 volmaken. Als ze er klaar mee zijn, zet ik het scenario op. Klaar. Dat is goed. En ik ga de ontstopper even maken. Hoeveel ingangen zijn er? Wat ik zie op het moment... eentje. Oké, dan zet ik het park niet volledig open. Dat is een goed idee. En bouw nog niet te veel geld. Want ik wil eerst heel wat geld gaan maken eigenlijk. Oké. Verticaal ontstopper is done. En daarom denk ik niet ontploffen. Dankjewel. Alsjeblieft. Verticale ontstoppen versie 5.0. Ik weet eigenlijk niet of het de vijfde versie is. We gaan eens even testen. Oké, dan mag ietsjes harder. Maar niet te hard. We hebben nog geen één bezoeker. Komt wel. Nee, ik wil bezoekers. Ah, Ido. Zo meteen een vreedschuren te bouwen hier. Volgens mij kan dit net. Als ik het goed heb. Nog één keertje testen? Nee, als het net kan, doe het dan niet. Jawel, dat gaat goed. Ja, de vorige keer zei het volgens mij ook. Ja, ik kan nog maar eentje bij volgens mij. En toen was het beam. Ja, toen wel. Maar ik maak maar iets langer de ingang. Ik ga even een advertentiecampagne starten, want dit schiet niet op. Nee. Oh, ja, net wat ik zeg, dit schiet niet op, hebben we net 2 bezoekers. Dat is pas soepel. Oké, dan zet ik de ingang wel ergens anders even neer. Zal ik even wat langere wachtrijken maken. Dit eventjes. Oké. Hoppakee. En dan ga ik zodat ook gelijk eventjes wat bankjes en zo neerzetten, want Doe maar, en even wat prullenbakjes. Ja. Oh ja, nu komen de mensen wel even weer binnen. Dat heb ik even geregeld, met advertenties. Ja, zo te zien. Heb je ook al uit de kraampjes geregeld? Precies. En dan mag. Ik heb echt alle ruimte en moet kijken hoe strak ik weer bouwen ben. Jo, in principe hoor. Ik wil zelfs nog wat meer attracties hebben, dat mensen gewoon bezig zijn. Klopt. Ik heb het onderzoek ook op het hoogste budget gezet. Dat is een goed idee. Dat heb ik al gedaan. Oh, begint nu al te regenen. Maar het park kost al 20 euro per stuk, dus... Nou, komt goed uit. Dan lukt wel een stukje van de lening af. Dat is een goed idee. Ik ben nog maar 6000 euro lening, want ik had nou zelfs al 3000 af. Oh. Dus in de nieuwe update van Open Rollercoaster gaan mensen in attracties als het regent, zodra ze overdekt zijn. Nee, ik weet niet eens wat die versie er al hebben van Open Rollercoaster. Dat zou ik ook niet zo gauw weten. Dus ik denk dat we binnenkort onze modpack moeten gaan updaten. Dat is wel een verstandig idee. Ik hoor de intreeprijs dat we 5 euro omhoog. Oké. Okay. Jezus, we hebben nu al 114 bezoekers. Gaat hard dan opeens. Echt hè? Even kijken. Oeh, vliegend tapijt. Die ga ik maken zo dadelijk. Is goed. Maar even wat er weer genoeg geld te hebben. Ja, want jij begint echt weer ham sandwich te doen aan het begin. Oh ja. Ja, maar kijk hoeveel geld we nu al hebben, jongen. Hebben... Oh, ik heb nog geen enkele attractie opengezet. Yes, we hebben ook gelijk pinautomaten. Dat is wel heel verstandig. Maar daar hebben we in deze map niet heel veel aan. Maar kijk hoeveel geld we weer hebben, Mark. Dat is best wel nice.
Maar weer 1000. Zal ik nog een skip betalen? Je doet maar. We kunnen zo gaat het wel af met de lening, joh. Ja. Heel veel mensen eigenlijk. De wat? Heel veel mensen. Ja. Wij zijn de pro's. Precies. Nou, dan komt hij dan, 30 maart. Oh, dat is al 5 dagjes al. Joh, dat duurt niet zo lang. Hier, we kunnen weer bijna 1000 aftikken. Nou, wat vinden mensen nu eigenlijk over onze attractiepark? Nog geen mening hebben ze. Misschien maar alvast een verstandig idee om een aantal werknemers aan te nemen. Want ik begin al. Nou, met... doe nog maar niet, want zoveel inkomsten hebben we eigenlijk nog niet. Nee, maar. Ja. Oké, wat vinden de mensen nou eigenlijk van het park? No one knows. Zoveel mensen hebben niet zijn mening eigenlijk. Ik vind het ook wel grappig dat dit gewoon gethematiseerd is. Dat dit gewoon ook een vliegveld is geweest. Ze vinden de plattegrond van mijn informatiekiosk heel erg goedkoop. En dan maak je hem wat duurder. Dan ga ik ondertussen eventjes zo vast weer de vliegtapijt regelen wanneer die komt. Ja, al bijna in de eerste maand al werd de hele lening afbetaald. Heerlijk. Kunnen makkelijk bouwen. Zeker. Zeker te weten, jongen. Zal ik mijn nieuwe marketingdeck starten? Europa. Best wel tijd dat voor langzaam voor één klusjes, man. Ja. En voor een monteurtje. En een schoonmakertje misschien ook. Ja, dat is een klusjes, man. Ja, oké. Okay. Ga ik gelijk eventjes weer de bankjes en zo neerzetten. Had je toevallig ook al een wc ergens neergezet? Nee! Zal ik die ook alvast even gaan plaatsen? Dat doe ik wel eventjes. Oké. Okay. Maar dan moet je geen bankjes gaan neerploffen. Jo, nu mag je bankjes neerploffen. Ah, heb ik al gedaan. Oh. Even zien. Naar de wc te gaan kost 10 cent. Geen vliegend tapijt, verticale draaimolen. De versie 6.0, I don't know. Ik weet niet hoe de nummering hierbij zit. Maakt dat mij wel uit? Eigenlijk ook niet. Hey, gaat weer regenen. Nee, hoe vaak regent het wel niet? Zitten we in Nederland? Ben jij ook nu? Ja. Zitten we in Nederland ofzo dat het zo vaak regent? Nou ja, schijnbaar ook steeds vaker sneeuw in Nederland. Zoiets. Dus als we van die lening af zijn, dan gaat het echt hard. Dan kunnen we geld maken. Ja, klopt. Maar eerst een campagne starten nu. Dat is goed. En dan krijgen we nog meer geld. Even kijken. Want met geld kun je geld maken. Klopt. En ik hou wel even een oogje op het onderzoek. Wat de volgende spannende attractie wordt. Oh, nog een informatie. Ja, voor de paraploffen. Een spannende attractie die wat is verwacht op 28 april. Weet je waar ik eigenlijk altijd niet tegen kan? Is als mensen een informatiekiosk maken zoals wat jij doet. Want dat zo'n informatiekiosk die kun je eigenlijk met een heel pad kun je eigenlijk helemaal rondomheen. Bijvoorbeeld met pakken in de source code staat het alleen maar één pakt. Wat? Voor mij pakt alleen maar het meest noordste punt en het oostste punt. Nou, volgens mij maakt dat niet veel uit, want meestal... Wat ik heb gespeeld eerder met Rollercoaster Tycoon 2, was het altijd dat ze via iedere kant wilden halen. Ja, maar zo maakt het toch niet, want deze game aan de tik toch veel sneller dan bij Rollercoaster Tycoon 3 en alles. Ja, oké. Okay. Nou, zo te zien heb je weer een leningje afbetaald. Exact. Helemaal 1100 winst deze maand. Damn. 1200. En ruim 1300.
Ik heb linksbovenin ook de onderzoek en ontwikkeling tapje openstaan. Gewoon om even te kijken wat de volgende ding wordt. Het is gewoon echt één groot mierennest, gewoon nu al. Ja, holy shit, we zijn nog maar 10 minuten bezig en het is nu al zo druk. Wacht even, zijn we al 10 minuten bezig? Ja. Ik had echt zo'n gevoel dat we pas 2-3 minuten bezig waren. Nee. Als ik mijn stopwatch moet geloven, dan zijn we al 10 minuten bezig. Dus ja. Ja, stopwatch. Ja. Ik wil maar naar buiten kijken, moet ik zo meteen even naar buiten rennen om dingen binnen neer te zetten. Gaat zo meteen regenen, volgens mij. Oh, dat zou best wel kunnen. Hé, hey, we kunnen een stukje van de lening afbetalen. Bloep. Ja, dat kan mooi. Met 1700 euro winst deze maand. Wat komt er eigenlijk als in dit onderzoek nu? Een bewegingssimulator. Die doet ook altijd zo goed met lange wachtrijen. Heel wat mensen vinden de verticale ontstopper te eng. Ah, komt wel goed. Hoop ik. Dan moet je even iets zachter zetten. Ah. Juk. Nou, ik vind het allemaal wel prima, want er gaan er wel mensen in. Ik zie het, vind ik te eng. Maar de mensen die erin gaan, die vinden het wel leuk. Dus dat zo, we zijn er weer. Kwamen we net even wat tussendoor, dus ja, een beetje soms. Soms? Vaak. Nou goed. Heel vaak. Ach ja, in ieder geval, de bewegingssimulator, die komt over 3 dagjes al, dus dat is prima. Oh, we kunnen het laatste het gedeelte volgens mij van de lening afbetalen. Kan. Doe maar. Nee, kan nog niet. Gezondheid. Ja, dank je. En nou moet je stoppen met aandacht vragen. Aandacht. Ik heb al genoeg aandacht. Nee. Zo. Holy fuck, die wachtrij van de Enterprise, die zit echt tyfus vol, gek. Oké, dit vind ik wel heel mooi. Als ik van de plattegrond 70 cent maak, is het te goedkoop. Maar van de plattegrond 80 cent, is het te duur. Ja, dan moeten ze niet piepen. Maar dan wil jij de bewegingssimulator of moet ik hem bouwen? Ja, mag hem wel maken. Nou, heb je een schroevendraaier van mij? Nee. De marketingcampagne voor gratis intree tot het park is afgelopen. Dus je moet eerst mensen lokken met zo'n lasso en dan kun je zo naar binnen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Deze vroeger ook. Ja, vroeger ja. De cowboys. Oh, nu gaan we nog best wel goed met die verticale draaimolen of verticale ontstopper. Verticale ontstopper. Ja. Nee, ik wil een naam geven aan die bewegingssimulator, maar laat ik het maar niet doen. Is zo erg. Dan kan het best wel zijn dat deze virus als een claim krijgt. Zoals een strike. Ja, doe het dan maar niet, hè. Hij is de eerste heel zwaar discriminerend en seks. Toen ik erop kwam, dat weet ik ook niet meer. Nou. Het zal in ieder geval wel. Jeuk. Even kijken. Het gaat een beetje terug naar de Tweede Wereldoorlog. Oh nee, toch. Zou daar misschien genoeg aan wat voor soort context ik zat te denken? Voor mij in ieder geval wel.
Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later. Cheers.